Goedendag en leuk dat u kijkt naar U Online. Het programma waarin we het nieuws van de afgelopen week en de opvallendste reacties op sociale media doornemen. Bart, jij volgt alle kanalen op de voet. Wat viel er zoal op deze week? Nou, wel heel veel schattige dierenfilmpjes. Daar ga ik een paar van laten zien. En we gingen op zoek bij een van de oudste inwoners van onze provincie. Maar eerst het meest besproken onderwerp deze week. De hitte. Heerlijk vertoeven was het aan het water. Maar er is ook een hoop gepuft, gezucht en geklaagd. De tropische temperaturen zorgen namelijk voor technische problemen op het spoor. Bruin kraanwater ook, door groot verbruik. En in de gemeente Utrecht moesten vuilniszakken eerder worden opgehaald vanwege de enorme stank. Afgelopen donderdag was het zelfs de heetste dag van het jaar. En vooral ouderen hebben daar last van. Nou, het valt op als je hier uit huis komt en je gaat dan naar buiten. Nou, dan is het heet. Dan lijkt het wel of buiten twee keer zo warm is als het denk temperatuur voelt. En dus blijven ze de rest van de dag binnen met een groot glas water. En wie wel de hitte ingaat, moet zich aanpassen. Een flesje water en tussendoor een ijsje. We hebben de vriezer vol met ijs liggen, dus goed geregeld hier. Veel zon en langere tijd hoge temperaturen, voor veel mensen kan het niet beter. Maar lang niet iedereen zit erop te wachten. Verschrikkelijk. Ja, het is afzien. Ja, afzien. Dat begrijp ik wel in het geval van deze man. Ja. Het RIVM heeft voor de provincie Utrecht ook het hitteplan in werking gesteld. Heeft dat nou echt nut, denk je? Nou, er was wel veel. Daar moesten veel mensen wel een beetje om lachen, om dat hitteplan. Want er staan nogal clichématige adviezen in. Het deed ons gelijk denken aan een filmpje van de oudejaarsconferentie van Claudia de Breij. Van afgelopen jaar. Dat hebben we even op Facebook gezet en dat leverde heel veel hilarische reacties op. Laten we even naar een stukje gaan kijken. Maar ik wil het graag even voorlezen. Dit komt van de site van het RIVM. Het is het Nationaal Hitteplan. Het zijn 4 punten. En ik ga ze even voorlezen. En het is gewoon goed om je, terwijl ik dat voorlees, voortdurend te blijven realiseren. Hier zijn dus mensen voor betaald. Punt 1. Drink voldoende. Je denkt misschien, ja, hoe interpreteer ik dit nou precies? Daarom staat erachter, zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Ah, dat bedoel je met drink voldoende. Oh, wacht. Oh joh, goeie tip. Punt 2. Zorg voor koelte. Ik hoor u weer denken, ja, maar hoe pak ik dat dan aan? Er staan ook een aantal tips. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw. En slaap niet onder een te warme deken. Nou, hier kwamen heel veel hilarische reacties op. Het zijn natuurlijk enorme open deuren die worden ingetrapt. Maar goed, het was wel echt heel erg warm. En dat blijkt ook wel uit dit soort tweets. Koen Swijnenberg, bekende DJ uit Utrecht natuurlijk. Die twitterde afgelopen donderdag. Het is 22:30 en ik zweet nu al mijn panty uit. Dat is dus echt die allerwarmste dag. En op diezelfde dag plaatste Geurt van Roekel, dat is die kraanmachinist die altijd die mooie foto's maakt. Ja. Deze foto, wat kan werken toch mooi zijn. Lekker met zijn benen in de zon. Er werd ook donderdag echt op heel actieve manieren naar verkoeling gezocht. Bijvoorbeeld in Zuilen, daar zien we dit mooie filmpje van. Dit zijn dronebeelden die we hebben gemaakt van de brandweer die kinderen vrijwillig nat spuit in een park in Zuilen. Dat waren dus manieren voor mensen om die verkoeling te zoeken. Aha. Nou, en wat mij wel een beetje blijft verbazen is het feit dat er nog steeds mensen zijn die hun dier, hun hond, achterlaten in een snikhete auto en even boodschappen gaan doen. Ja. Dat was weer zo'n geval, toch, deze week? Ja, door heel Nederland kwamen dat soort meldingen. En afgelopen donderdag ook uit Amersfoort. Mm-hmm. Dat zien we hier. De politie zette dit op Facebook. Ze zeggen, collega's waren afgelopen middag genoodzaakt om een raam van een auto in te slaan om een hondje te bevrijden. Je ziet dat hondje daar ook een beetje wazig op foto, maar je ziet hem daar in beeld. Nou, dit ging dus nog goed, maar het gaat in sommige gevallen ook wel eens fout dat een hond echt overlijdt. En op social media levert dat wel echt heel verontwaardigde reacties op van mensen die vooral heel boos zijn op de baasjes die dat soort dingen laten gebeuren. Nou, dat het ook goed kan gaan met dieren in de hitte, dat blijkt wel uit dit filmpje. Dit is het dierenasiel ook in Amersfoort. En die gingen een hond nat spuiten en dat leverde ook veel hilarische reacties op internet. Mensen vonden het erg schattig. Mensen waren dus heel erg druk mee bezig met die hitte afgelopen week. Maar hier krijgt hij toch ook warm van, denk ik, of niet? Ja, uiteindelijk misschien wel, maar hij is er wel enthousiast over. Zo te beter zien. Dan in de auto.
Volgens insiders zat het er al aan te komen. Hans van Breukelen vertrekt bij de KNVB. Dat heeft hij deze week bekendgemaakt. De inwoner van Huis ter Heide stopt per 1 augustus... na ruim een jaar bij de voetbalbond. Van Breukelen was nauw betrokken bij het ontslag van bondscoach Danny Blind... en de aanstelling van Dick Advocaat. Dat leverde hem ook veel kritiek op... omdat hij de baan al aan Henk ten Kate had toegezegd. In de daaropvolgende persconferentie werd hij flink onder vuur genomen. Ja, ik hoor je net zelf zeggen dat je jezelf een professional vindt... maar het oogt allemaal heel onprofessioneel ten nu toe wat je doet. Vind je dat zelf ook niet? Dat is een vraag voor jou, Wilfred. Dat mag jij beoordelen. Waar denk je dat je nog steeds geschikt bent als technisch directeur bij de KNVB? Maar veel belangrijker, als je het allemaal achter elkaar zet... je wilde teammanager Hans Joris maar weg hebben. Het ging mis met Ruud Gullit, die noemde je al onbetrouwbaar. Het ging mis met het aanstellen van de PIN, daar vielen allemaal namen op straat. Met de bondscoach werd ontslagen, moest opeens Jean-Paul Descosseaux aan het woord, mocht je niks zeggen. Nu mag je opeens wel weer praten. Hoe professioneel oogt dat volgens jou? Als je nu kijkt naar die situatie met deze. Wat zegt u? Schamen jullie je niet een beetje, zoals het allemaal gaat? Nee, ik schaam me niet. Het is een professionele organisatie, maar alles ligt op straat, alles gaat mis. Ja. Zo moet je lijkt er op een gegeven moment ook voor schamen. Zo lijkt het. Ja. Nou, zo lijkt het niet. Zo nee. Is het volgens mij. Okay. Ja, toch wel een beetje pijnlijk om te zien, hoor, dit. Ja, ik geniet er wel een beetje van. Maar het is hilarisch om te zien, zo'n persconferentie. Maar wat is nou de precieze reden van zijn vertrek? Ja, hij zegt dat het is mij onvoldoende gelukt om alle mensen binnen de KNVB te motiveren... en onvoldoende draagvlak te blijven houden. Mm-hmm. Maar hij zei ook dat hij met een positief gevoel terugkijkt op zijn periode bij de KNVB. En dat levert toch wel wat ook verontwaardigde reacties op... Denise die zegt, het is mij onvoldoende gelukt. Dat is het understatement van 2017. Hij was echt een beetje de kop van Jut. Ook naar aanleiding van die persconferentie die we zojuist zagen. En Richard die zegt, als je doel was om er een hele grote bende van te maken... dan snap ik dat het goede gevoel wel dat hij eraan overhoudt. Wat een prutser. Er was ook iemand die het wel voor hem opnam. Tieneke, die zegt, jammer, het is een zeer betrokken sportman... die misschien wel fout heeft gemaakt, maar alleen maar goede intenties had. Waarom wordt iedereen bij de KNVB kapot gemaakt? Ja. Goeie vraag. Goeie vraag, ja. Verslagenheid bij Dierenpark Amersfoort en bij de Leusdense voetbalclub Roda 46... na het overlijden van Juri Wijngaarden. De 22-jarige Leuzenaar kwam in de nacht van zondag op maandag om het leven... bij een brand in een studentenhuis in Leeuwarden, waar hij studeerde. Juri's voetbalmaatjes kwamen deze week bij elkaar om hem te herdenken. En ook zijn oud-collega's van de Amersfoortse dierentuin zochten steun bij elkaar. De brand in het studentenhuis lijkt te zijn ontstaan door een pannetje olie dat op het fornuis stond. Ja, zeer verdrietig nieuws. Daar zijn vast een hoop reacties op gekomen. Ja, heel veel mensen die hem kenden en zeker in de omgeving van Leusden waren dat heel veel jongeren vooral, die reageerden op social media. Dit is vanuit Leeuwarden, dus de plaats waar hij het laatste jaar woonde. Dit is de bar waar hij werkte. Die hebben ook een condoleancebericht op Facebook gezet met dus een foto van hem erbij dat hij aan het werk is. En ook uit onze regio dus. Dit is zijn voetbalteam, Roda 46, een van de grote voetbalclubs uit de regio. Mm-hmm. Daar speelde hij tot vorig jaar. En zij zetten dit op Facebook. Ze schrijven enorm veel sterkte en condoleances voor de familie en Roda 46, waar je jaren je kunsten op het voetbalveld vertoonde. Dus heel veel gechoqueerde reacties op social media. Een uniek gebeuren. Een groot feest in de seniorenflat Honsbergen in Soest. Mevrouw Leonora Pennaerts mocht donderdag 105 kaarsjes uitblazen. Toch is ze nog zo kwiek als een hoentje. De grote vraag is dan natuurlijk, wat is haar geheim om zo oud te worden? Het hele huishouden zelf, wassen zelf. En, alles zelf, naaien. Kleding maken. Stilletjes haar verjaardag vieren zit er niet in. Naast journalisten en natuurlijk de burgemeester... krijgt ze vandaag ook bezoek van haar buren. Hey meisje, van harte gefeliciteerd. Iedereen in de flat weet van de bijzondere verjaardag af. En 105 jaar oud, dan verdien je het om toegezongen te worden. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. Iedereen wil natuurlijk het geheim van Pennaerts weten om zo oud te worden. Een extreem gezonde levensstijl had ze niet. Ze is namelijk gek op een borreltje. En tot 10 jaar terug was ze nog een stevige roker. 3 pakjes per dag. 3 pakjes per dag? Ja, en dan nog zo fit. Veel. Ja, ongelooflijk. Ja. Maar tot de 95ste dus. Hè. En veel reacties op dit filmpje die gingen eigenlijk ook vooral over die laatste uitspraak over dat roken. Ja. Lili bijvoorbeeld die zegt, ik zit al te wachten op reactie van het Longfonds en de anti-rokerslobby. Danny die heeft even een mooie rekensom gemaakt. Die zegt 3 pakjes peuken per dag en dan 105 worden. Stel dat ze vanaf de 15 gerookt heeft, dan heeft ze toch 98.500 pakjes tot nu toe gerookt. Oh, wow. Bijna 100.000. Dat zijn er wel veel.
En Kevin die reageerde ook nog wel gevat. Gerookt vlees gaat langer mee. Dus het is misschien een reden om vooral wel door te blijven gaan met roken. Ja, ze heeft ook veel felicitaties gekregen natuurlijk. Onder andere ook van de koning, toch? Ja, Willem-Alexander en Maxima die hebben officieel een brief gestuurd met hun felicitaties. Ja, dat is leuk. Dan een politie-escort die veel bekijks trok. Bart, vertel. Heel apart. Ja, het filmpje dook op Twitter op. Laten we het gelijk even bijpakken, zou ik zeggen. Iemand die reed op de ringweg Koppel in Amersfoort. Dat is wel een van de drukkere straten om het centrum heen. En die zag opeens dit gebeuren. Een overstekende zwanenfamilie. En echt onder begeleiding van de politie. Dus want ja, anders zouden ze het waarschijnlijk niet overleven. Of ze zouden automobilisten hele rare capriolen moeten uithalen. Maar deze Maurice die is er heel blij mee. Die zegt, chapeau, mijn dag kan niet meer stuk vanaf dat ik dit heb gezien. Bijzonder trots om dit te zien. Hulde. Dus veel complimenten voor de politie. En een dag later zetten ze zelf ook iets op Facebook. Want die zwanen die willen ook weer de weg opnieuw oversteken. Ergens 100 meter verderop is dit. En dan worden ze weer begeleid. Dit keer zelfs met een politielint. Oh jee. Te schrijven er ook bij. Ook vanmorgen hebben we de familie Zwaan weer veilig over de weg geholpen. Ja, maar wordt dit nou onderdeel van de vaste werkzaamheden van de politie? Of? Ja, nou ja. Ik weet niet of het bij een functieomschrijving hoort. Maar het levert in ieder geval veel respect op. Bijvoorbeeld van Edwin, die zegt, het ziet er goed uit. Helpen jullie mij vanmiddag ook oversteken op deze manier? En Hester, die wordt er helemaal gelukkig van. Ze zegt, ik hou van dit soort berichten. Het maakt de wereld een klein beetje mooier. Ja, dan hebben we nog meer bijzonder dierennieuws. Want in Dierenpark Amersfoort is er voor het eerst een cassoariskuiken uit zijn ei gekropen. Bart, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Maar dit is een vogel en die schijnt vooral op de Molukken veel voor te komen. Mm-hmm. En het dierenpark zet er een filmpje van op Facebook. Zag er heel schattig uit. Dit is hem. En het kuiken dat loopt hier achter zijn vader aan. Oh, zijn vader heet Jos. Jos? Dat schreef ze er ook bij. Leuk. En Jos gaat dat kuiken opvoeden in zijn eentje. Want de moeder die broedt het ei. Of tenminste, die legt het ei neer en neemt dan de benen. Oh. En het kuiken wordt volledig door de vader opgevoed. Nou, schattig. Zeker. Zijn er nog meer opvallende zaken die je hebt gevonden online? Ja, er kwam een heel bijzonder filmpje voorbij op Dumpert. Een filmpjesite van Geen Stijl. Er was namelijk afgelopen weekend een behoorlijk ernstig ongeluk bij de A1, knooppunt Hoevelaken. Met een heel grote file die daardoor ontstond. Mm-hmm. Maar er waren wat muzikanten die in de file stonden. En dit was het gevolg. Leuk, het verzacht het leed ook wel een beetje, toch? Ja, een beetje denken aan de openingsscène van La La Land. Ik weet niet of je dat hebt gezien? Nee. Nou, het is zeker het kijken waard. Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Ja, heeft u nog leuke filmpjes of foto's, stuur ze naar ons, nieuws@rtvutrecht.nl. En wie weet ziet u ze volgende week in de uitzending. Inderdaad, bedankt voor het kijken en een heel fijn weekend verder. Dag. Tot ziens.